zeer welkom bij deze heel bijzondere gelegenheid. We zijn op de priklocatie van de GGD in Veghel en vandaag zijn hier de allereerste zorgmedewerkers gevaccineerd. Een bijzonder moment. De aankomende weken zullen tienduizenden zorgmedewerkers volgen, maar vandaag dus de allereerste. En we zijn benieuwd naar de ervaringen van de mensen hier. Dit is fantastisch. Dit is zo'n compliment aan de wetenschap dat het zo snel is gegaan. Dit is zo'n compliment aan de GGD'en dat ze dit zo snel, zo professioneel uit de grond hebben gestampt. Het RIVM die hier dag en nacht aan heeft gewerkt, al maandenlang. Ons eigen prachtige departement, het departement van VWS, waar zo ongelooflijk veel mensen zo fantastisch hard werken. De grootste reden waarom ik het heb gedaan. Met name mijn werk, mijn kinderen, dat ik straks gewoon weer normaal naar een normale samenleving kan gaan. Dat ik ze gewoon lekker met ze naar de speeltuin kan gaan, naar de film, lekker gaan zwemmen. Dat ik mijn familie kan opzoeken, mijn cliënten een normale volwaardige zorg kan geven. We gaan vanaf dadelijk gaan wij door met vaccineren. De eerste afspraken staan gepland voor vandaag. En ja, dat blijft de komende maanden zo. Dus we staan met in ieder geval een grote ploeg gemotiveerde en gedreven collega's verpleegkundigen klaar om te gaan vaccineren. We zijn nog lang niet beschermd met elkaar, dus we moeten ons echt nog wel even aan die maatregelen houden. Er komt een moment in de tijd dat je afscheid kunt nemen van de meest beperkende maatregelen, maar wanneer dat precies is, bij welke beschermingsgraad, dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Dat is nog niet in te schatten. Dat gaan we de komende maanden leren. Maar voor nu blijven die maatregelen nog wel even belangrijk. Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt over het coronavaccinatie of wanneer je zelf aan de beurt bent. Kijk dan op coronavaccinatie.nl.